jullie even op een rij staan, denk je er. Maar de rug tegen de muur. De PvdA zit met de rug tegen de muur. Yo, dus wat voor emoties komen er vrij als ik niet sta? Maar als die raak is, ik weet niet wat je dat zou gaan doen. Ja, dat moet ik wel. In overgaan. En dan is de vraag, wat gebeurt er dan met je partner? Want die gaat zijn vraag in de stad, waar ben jij geweest? Ja. Dat kan twee banden opgaan, hè? Dat kan een echt scheiding worden, maar het kan ook een verdichting worden van je relatie. Goed, maak je goed. Doen. Ja, hè? Dat gaan we doen. Goed, nou, Kim. Jullie staan lekker druk tegen de muur, hoofd tegen de muur. Kim! En dan ga ik even een paar mensen bedanken. Ja, Kim. Ik heb een paar handschoentjes aan. Kijken. En afstand. Kijk maar wat er gebeurt. Ik heb gewoon wat er gebeurt. Zonder dat ik jou raak. Ik ga steeds sneller. Wat ik ook niet bij. Dat is een hele lange manier. Jij moet aangeven hoe ver ik naar voren kan. Weet ik niet. Prima. Zeg jij maar. Durf je dit te laten? Voelt dat vertrouwen? Ja, nog wel. Ik kan nog veel verder naar voren. Ja, ik raak hem nog niet. Ik vind het zo al één genoeg, hoor. Ja. Ik ben nu door hier. Ja, dat weet ik wel. Dit zit er nog tussen. Ja. Hij schrikt niet. Dat vind ik wel mooi. Hij knipt niet met zijn ogen. Hij is heel gevaarlijk. Ja, prima. Denk je, als hij het raakt, dan heb ik wel echt op mijn neus zitten. Hij moet. Hij knipt ook bijna niet eens. Ik heb wel het vertrouwen. Oh ja, dat is echt goed. Ik blijf achterover. Klein beetje. Probeer maar. Ja, naar voren. Ja. Ja. Maar dan moet je aan. Raak ik er nog niet. Nee. Dus een klein stapje naar voren. Ik denk dat het alleen maar met zij begint. Oké. Okay. Ja. Ja. Dames en heren, dames en heren, dames en daarna doe je je handen zo. Hand zo naar zo. Ja, ja. Links, rechts. Links, rechts. Nog één, ja, nog één. Ja. Zo ja. Ik heb het tegen, hoor. Ja, ik kom terug, zeg je. Zeker, hè?